In de vorige aflevering vertelde ik over onzichtbare materie die sterrenkundigen stiekem toch kunnen zien. Althans, dat denken ze. Er bestaat een alternatieve theorie die stelt dat die zogenaamde donkere materie helemaal niet bestaat. Die theorie heet entropische zwaartekracht. Wat was donkere materie ook alweer? In het kort. Sterren in sterrenstelsels bewegen sneller door de ruimte dan dat je op grond van de bestaande zwaartekrachtswet zou verwachten. De gangbare verklaring daarvoor is dat sterrenstelsels meer massa bevatten dan dat we kunnen zien. Die onzichtbare massa noemen we donkere materie. Maar zou die zwaartekrachtswet niet gewoon fout kunnen zijn? Dat zou wel heel bijzonder zijn. In de moderne sterrenkunde wordt zwaartekracht beschreven door de algemene relativiteitstheorie van Einstein. En die theorie is getest. Op kleine schaal, hier op aarde. Maar ook op grote schaal, door te kijken naar sterren, planeten, zwarte gaten en pulsars. Gebaseerd op talloze waarnemingen kunnen we met extreme precisie stellen dat die zwaartekrachtswet werkt op aardse afstanden tot aan de astronomische afstanden tussen de sterren. Maar op nog grotere schaal, de schaal van sterrenstelsels, klopt de verwachting van de zwaartekrachtswet dus niet met de waarnemingen. Geen probleem, sterrenkundigen fixen dat wel door te stellen dat er onzichtbare massa in de ruimte zweeft. En de wet van de zwaartekracht is gered. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw werken wetenschappers zoals Stephen Hawking aan een diepere verklaring van waar zwaartekracht nou eigenlijk vandaan komt. In 2009 was het de Nederlander Erik Verlinde die stelde dat zwaartekracht voortkomt uit entropie. Wat is entropie? Wikipedia, entropie. Entropie is een basisbegrip in de thermodynamica. Het is op het meest fundamentele niveau een maat voor de waarschijnlijkheid van een bepaalde verdeling van microtoestanden. Bewegingstoestanden van elementaire bouwstenen als atomen en moleculen binnen een geïsoleerd fysisch systeem. Wat is entropie? Kijk eens naar dit schaakspel. Ik kan niet zo heel veel zetten doen. Ik kan een pion naar voren zetten of een paard naar buiten halen, die kan immers springen. Maar de andere stukken staan helemaal vast. Zo zijn nou eenmaal de regels van schaken. Entropie is het aantal mogelijke zetten dat ik kan doen. In het begin van het spel is dat beperkt. Er is sprake van een lage entropie. Wat gebeurt er wanneer het spel vordert? Nu zien we dat mijn speelstukken alle kanten op kunnen. Mijn lopers staan vrij. Mijn torens hebben alle ruimte. Mijn paarden kunnen springen. En de koning en koningin hebben alle vrijheid. Er zijn nu heel veel zetten mogelijk. Er is sprake van een hoge entropie. Het ziet er ook veel chaotischer uit. Je zou het universum kunnen beschouwen als een enorm schaakspel. Op heel kleine schaal bestaan deeltjes, de schaakstukken. En die deeltjes hebben een vrijheidsgraad. Dat wil zeggen, ze kunnen allerlei kanten op bewegen. Zijn de deeltjes beperkt in de vrijheid, dan is er sprake van een lage entropie. Hebben de deeltjes juist heel veel vrijheid, dan is er sprake van een hoge entropie. Hoe die deeltjes zich uiteindelijk gedragen, is niet exact te voorspellen. Het heeft te maken met een theorie genaamd kwantummechanica.
daar ga ik het vandaag verder niet over hebben. Wat wel relevant is, is dat we aan de hand van entropie toch voorspellingen kunnen doen over hoe heel veel van die deeltjes zich gezamenlijk gedragen. In het bijzonder blijkt dat de entropie in een gesloten systeem altijd toeneemt. Dat gedrag is vastgelegd in wat we noemen de tweede wet van de thermodynamica. Volgens Erik Verlinde is zwaartekracht een verschijnsel dat ontstaat wanneer er ergens een verschil is in entropie. Hij maakt daarbij gebruik van het zogenaamde holografisch principe. Stel je hebt een kleine bolvormige ruimte met erin deeltjes. Het holografische principe stelt dat alles wat er binnen deze bol gebeurt, beschouwd kan worden als informatie aan het oppervlakte van de bol. Entropie wordt ermee beschreven als informatie op het tweedimensionale oppervlakte van een driedimensionale ruimte. Het artikel van Verlinde is nogal wiskundig, maar ik ga toch proberen om het een beetje toegankelijk te maken. Hij begint met een formule die zegt hoe je de verandering van entropie kunt uitrekenen aan de hand van informatie aan een oppervlakte. De verandering van entropie wordt hier weergegeven als delta S. Delta staat voor verandering en S staat voor entropie. Dan gebruikt hij de formule voor entropische kracht. Die kracht ontstaat omdat de entropie in een gesloten systeem de neiging heeft om altijd toe te nemen. Die kracht F van force hangt af van de temperatuur T. Vervolgens gebruikt hij een formule tussen temperatuur en versnelling, genaamd Unruh-temperatuur. Deze komt voort uit de kwantumveldentheorie. Die formule stelt dat als je in een vacuüm bent en je versnelt, dan ervaar je dat de omgeving spontaan een temperatuur krijgt. Als je die temperatuur gebruikt in de eerdere twee formules, dan kom je uit op F is M maal A. Oftewel, kracht is massa maal versnelling. En dat is de bekende tweede wet van Newton. Verlinde gaat verder. Hij stelt over wat we net hebben afgeleid. Is best to forget. Wat? Oké. Dan introduceert hij een formule voor het aantal bits van informatie op het oppervlakte van een bol. Hij gebruikt een relatie tussen dit aantal bits, energie en temperatuur. Energie vervangt hij door massa via de beroemde formule E=mc². Dan gebruikt hij opnieuw de entropische kracht en komt hij uit op F is G keer M gedeeld door R in het kwadraat. En dat is de klassieke formule voor zwaartekracht. Tadaa! Hij stelt hiermee dat zwaartekracht geen fundamentele kracht is. Het is een verschijnsel dat voortkomt uit de toename van entropie. In een vervolgartikel laat hij zien dat op hele grote afstanden, de schaal van sterrenstelsels, de entropische zwaartekracht afwijkt van de gangbare zwaartekrachtswet. Zoals Verlinde het stelt, de stijve geometrie van de ruimte wordt onder zijn hypothese een klein beetje elastisch. Op astronomische afstanden gedraagt zich dat als een extra kracht. De zwaartekracht neemt dus toe. En daarmee zou je precies dezelfde effecten krijgen die je krijgt wanneer er onzichtbare massa aanwezig is. Oftewel, het maakt donkere materie overbodig.
En tropische zwaartekracht is heel elegant, omdat de theorie volledig wordt afgeleid uit fundamentele natuurkunde. Donkere materie daarentegen is gebaseerd op een enorme aanname, namelijk dat het overgrote merendeel van alle massa in het universum onzichtbaar is. Bovendien kun je donkere materie naar gelieven toevoegen om waarnemingen te verklaren, zoals bijvoorbeeld in deze rotatiecurve. Deze laat zien hoe snel sterren in een sterrenstelsel bewegen voor verschillende afstanden tot het centrum van het sterrenstelsel. Dit is de verwachte curve gezien de hoeveelheid sterren in het sterrenstelsel. Dit is de waargenomen curve. Sterrenkundigen kunnen aan de hand van die bovenste curve uitrekenen hoeveel donkere materie er is. Maar dat is geen bewijs dat er donkere materie is. In de hypothese van donkere materie hebben sterrenkundigen de vrijheid om de hoeveelheid donkere materie aan te passen aan de waarnemingen. In de hypothese van Verlinde bestaat die vrijheid niet. Toch lijkt zijn formule voor zwaartekracht overeen te komen met de rotatiecurves zoals we die waarnemen. En dat maakt zijn theorie zo aantrekkelijk. Het is dus niet zo raar dat Erik Verlinde veel media-aandacht kreeg. In 2011 kreeg hij zelfs de Spinoza-premie, een bedrag van 2,5 miljoen euro die hij vrij kon spenderen aan theoretisch onderzoek. Kennelijk zijn pen en papier nogal duur. Maar hoe mooi entropische zwaartekracht ook klinkt, er zijn wel degelijk problemen mee. Verlinde combineert allerlei bestaande formules met elkaar. Maar mag dat wel? Heeft dat wel een natuurkundige betekenis? Verschillende wetenschappers hebben gesteld dat entropische zwaartekracht in realistische omstandigheden tot onzinnige uitkomsten leidt. En ook aan de waarneemkant zijn de meningen verdeeld. Hoewel de rotatiecurves van sommige sterrenstelsels heel goed beschreven kunnen worden met entropische zwaartekracht, blijkt dat niet voor alle sterrenstelsels te gelden. En dan zijn er gravitatielenzen. Clusters van sterrenstelsels hebben zoveel massa dat ze het licht van verre sterrenstelsels afbuigen. Dit leidt tot een vervorming van het beeld van verre sterrenstelsels. Aan de hand van dit soort waarnemingen kunnen we uitrekenen hoeveel massa er in het cluster zit. Dit is een cluster van sterrenstelsels genaamd Abel 1689. Het is een van de grootste clusters die we kennen. Het is ook een gravitatielens. Daarmee is het een prachtig systeem om donkere materie te onderzoeken. Het blijkt dat entropische zwaartekracht het lenseffect van het sterrenstelsel niet kan verklaren, tenzij je donkere materie toevoegt. En dan zijn er ook waarnemingen aan de achtergrondstraling. Dit is het eerste licht dat het universum zo'n 13,8 miljard jaar geleden uitzond, toen het nog te heet was om sterren en sterrenstelsels te vormen. In die achtergrondstraling zien we fluctuaties die veroorzaakt worden door oscillaties. Stel je hebt een gebied in de ruimte met hoge dichtheid. Dan zorgt de zwaartekracht ervoor dat er steeds meer materie uit de omgeving naar dat gebied wordt getrokken. De temperatuur in dat gebied stijgt en de hittestraling duwt alles weer uit elkaar. Daardoor daalt de temperatuur en het proces begint opnieuw. Dat noemen we baryon-akoestische oscillaties. In dit proces speelt donkere materie een grote rol. Het doet mee met de zwaartekracht, maar niet met de hittestraling. Donkere materie blijft dus achter in het centrum van deze gebieden. Daarmee heeft donkere materie een grote invloed op de structuur van de achtergrondstraling. Die structuur blijkt heel goed te kloppen met de hypothese van donkere materie. En zo blijkt dat we overal in het universum donkere materie kunnen gebruiken om waarnemingen te begrijpen. Ook de hoeveelheid donkere materie komt in alle verschillende waarnemingen heel goed overeen.
En tropische zwaartekracht daarentegen werkt lang niet overal. Dat wil niet zeggen dat we een tropische zwaartekracht definitief moeten uitsluiten. Zoals een sterrenkundige al schreef: de theorie bevindt zich in het wetenschappelijk proces van een kritische discussie. Zo hoort het ook. Wetenschap wordt niet vooruitgeholpen wanneer we ieder origineel idee een warm, kritiekloos onthaal geven. Nieuwe theorieën dienen te worden ontkracht met bestaande of nieuwe waarnemingen. Pas als blijkt dat een theorie alle tests doorstaat, is er sprake van een doorbraak.